Kanye West heeft zijn fans opgeroepen om de nieuwe Yeezy sneakers niet te kopen. Hij noemt de schoenen nep en beweert dat hij de kleurcombinaties nooit heeft goedgekeurd. Volgens Kanye mogen de Yeezy's dan ook niet worden uitgebracht. Eén van jullie helden wordt voor jullie ogen bedrogen in het echte leven. Ongeveer anderhalf jaar na de breuk met Kanye West heeft Adidas hun nieuwe Yeezy Boost 350 V2 sneaker aangekondigd. Iedereen die van mij houdt, zou deze neppe Yeezy's niet moeten kopen, schrijft J op zijn Instagram. Het opvallendste verschil met de originele modellen is dat de Yeezy-branding eraf is gehaald. Voor de rest lijkt de sneaker identiek aan de ontwerpen van Kanye West. Ik krijg hier niets voor betaald. Sterker nog, Adidas klaagt me zelfs aan voor 250 miljoen dollar omdat we de samenwerking hebben stopgezet. Vervolgens gaan ze door met het verkopen van schoenen die door mij zijn gemaakt, al dus je in de video waarin hij zich tot zijn fans richt. Kanye West beweert dat hij met zijn bedrijf Yeezy juridisch gezien buitenspel wordt gezet. Ze doen dit allemaal met behulp van contracten en clausules. Daarnaast hebben ze 50 jaar aan zakelijke ervaring om een van jullie helden genadeloos te benadelen terwijl jullie allemaal toekijken. Door te benadrukken met welke gevolgen hij zelf de laatste tijd te maken heeft gehad, hoopt Kane de publieke opinie aan zijn kant te krijgen. Mijn album is offline gehaald, mensen hebben hun samenwerking met mij stopgezet, zelfs mijn kinderen zijn van mij afgenomen. Maar als zo'n groot bedrijf zich op deze manier gedraagt, doet niemand iets. Kanye West en Adidas hadden jarenlang een uitzonderlijk succesvolle samenwerking wat betreft Yeezy. Het sportmerk zette echter in oktober 2022 een punt achter de samenwerking toen je meerdere keren negatief in het nieuws kwam. Contractueel gezien had Adidas de zaken goed op orde en al snel bleek dat het Duitse merk van plan was om de ontwerpen van Kanye West in eigen beheer verder uit te brengen. Hoewel je en Adidas de afgelopen maanden nog samenwerkten om de resterende voorraad van de originele Yeezy-sneakers weg te werken. Lijkt het er nu op dat ze bij toekomstige releases hun eigen weg zullen gaan?